Welkom bij deze presentatie over de modelreglementen voor splitsing in appartementsrechten. Mijn naam is Astrid Luik, ik ben notorieel jurist en ik werk voor Stichting VVE Belang. Ik geef daar advies, uh, is meestal schriftelijk advies. Het gebeurt ook dat we meegaan naar de kantonrechter als daar wordt, uh, om wordt gevraagd. En uh, nou, we geven ook uh, dit soort voorlichtingen. Nu dus over de modelreglementen. U woont in een gebouw wat is gesplitst in appartementsrechten en u wilt daar gewoon prettig wonen. Niet alleen u wilt daar prettig wonen, ook uw buren willen prettig wonen. En om de neuzen allemaal een beetje dezelfde kant uit te krijgen, is het belangrijk dat er regels worden opgesteld. Als je een appartementsrecht hebt, dan betekent dat dat je het exclusief gebruiksrecht hebt van het privégedeelte. Jij mag daar komen en iemand anders heeft daar geen rechten. Betekent ook dat je het medegebruik hebt van gemeenschappelijke gedeelten. En dat betekent ook dat je als gezamenlijke eigenaars daar de zeggenschap over hebt bent ook mede-eigenaar van het gebouw en dat gebouw dat moet worden onderhouden. Daarover moeten afspraken gemaakt worden en die afspraken die zijn neergelegd in onder andere de modelreglementen. We kijken eventjes naar de regelgeving in het algemeen en dan zien we dat daar bovenaan staat de wet. Het is dus ook niet voor niets dat de wet bovenaan staat. Het is een hiërarchische volgorde. Dat betekent dat alle bepalingen die staan in de wet gelden voor alle VVE's. De wet zegt ook dat uh, van elke splitsing in appartementsrechten een splitsingsakte moet worden gemaakt en daaraan wordt gehecht een splitsingstekening. In die akte wordt opgenomen het splitsingsreglement. En eh, daarnaast kan de VVE zelf ook nog een huishoudelijk reglement opstellen. En natuurlijk worden er besluiten genomen door de vergadering. En ook aan die besluiten zijn alle eigenaars gebonden. Als we kijken naar eh, de splitsingsakte. De wet zegt dat er van elke splitsing in appartementsrechten een splitsingsakte moet worden opgemaakt door de notaris. Dus een notariële acte. En die notariële acte wordt ingeschreven bij het kadaster. Dat betekent dat wat er in die acte staat, door iedereen geraadpleegd kan worden. Het is een openbaar register, dus iedereen die dat wil, die kan daarin kijken. Je ziet dan de tekst van de acte en ook de splitsingstekening daarbij. Splitsingstekening, daar ga ik op dit moment eventjes niet op in, dat heb ik al in andere cursussen gedaan. We richten ons nu met name op de tekst van de akte en dan meer specifiek op de, het splitsingsreglement. Um, wat staat er in die splitsingsakte? Uh, in ieder geval moet daarin staan wat de plaatselijke ligging is van het gebouw. En dus welk gebouw gaan we splitsen in appartementsrechten? Uh, dat is zowel de uh, plaatselijke aanduiding als de kadastrale aanduiding. Het kan zijn dat er een bestaand gebouw gesplitst wordt in appartementsrechten. Het kan ook zijn dat het gebouw nog gebouwd moet gaan worden. Dus dan hebben we op dat moment alleen de grond, maar er wordt wel vermeld dat het de bedoeling is een gebouw te bouwen op die grond. Verder volgt er dan een opsomming van de privégedeelte met de nummers van de appartementsrechten, zowel de kadastrale aanduiding als de plaatselijke aanduiding als die op dat moment al bekend is. En er moet ook een splitsingsreglement worden opgenomen. Daarin staan de regels die betrekking hebben op de splitsing, de zogenaamde spelregels van de VVE. En wat moet er dan in die spelregels staan? Nou, ook daar is al over nagedacht door de wetgever. Uh, daar moet in staan welke uh, gezamenlijke schulden en kosten er voor rekening komen. Van de eigenaars. Verder moet daarin staan een exploitatierekening, begroting, periodieke bijdrage. Iedere eigenaar heeft daar ook inzicht in. En uiteindelijk wordt dat ook vastgesteld door de vergadering. Verder worden in het reglement uh, bepalingen opgenomen over het gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten, want daarover hebben de eigenaars dus een medezeggenschap. Dus dat is belangrijk dat daar alvast regels voor zijn opgesteld in het splitsingsreglement. Het kan zijn dat er ook nog regels zijn opgenomen over het gebruik van de privégedeelten. Een belangrijk item wat ook in het splitsingsregeling moet worden opgenomen is de verzekering. Verplicht is de opstalverzekering en een algemene aansprakelijkheidsverzekering. En dan moet ook de VVE worden opgericht bij de akte van splitsing. Uh, van uh, de VVE moeten ook de statuten worden opgenomen in de splitsingsakte. Dus als er wordt gevraagd om statuten van de VVE, kijk dan in de splitsingsakte. Ook ten aanzien van de statuten zegt de wet wat erin uh, moet staan. Dat is naam en zetel van de VVE, het doel van de VVE, dat is het behartigen van de belangen van de gezamenlijke eigenaars. Regeling omtrent de periodieke bijdrage, wijze van bijeenroepen van de vergadering, want er moet worden vergaderd, daar worden de besluiten genomen. En eh, om tot besluitvorming te komen, moet ook duidelijk zijn hoeveel stemmen er totaal zijn en hoeveel stemmen er door iedere eigenaar kunnen worden uitgebracht. Zoals gezegd moet dat splitsingsreglement worden opgenomen in de splitsingsakte. En om het nou wat makkelijker te maken, zijn er door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie modelreglementen opgesteld. De eerste, dat is het zogenaamde Witte Boekje, dateert van 1973. Nou, wat betekent dat dan voor de splitsingen die ouder zijn dan 1973? Het appartementsrecht is nog niet zo heel oud. De wet dateert van 1952. Dus stel dat je een appartementsrecht hebt wat is gesplitst in 1963. Welk modelreglement is dan van toepassing? Nou, geen van deze boekjes die u hier ziet. Dat is een reglement wat is opgesteld door de notaris die de acte van splitsing heeft gemaakt. Meestal staat het reglement dan integraal in de acte, maar het kan ook zijn dat de notaris zelf een modelreglement had ontwikkeld en dan is dat van toepassing verklaard. Uh, maar om het dus wat gemakkelijker te maken, zijn vanaf 1973 landelijke modelreglementen opgesteld. Uh, in 1983 is er een nieuw modelreglement verschenen, dat is dat blauwe boekje. In 1992 kwam het gele boekje, in 2006 het blauw-groene boekje. Dat wordt ook wel uitgegeven met een roze kaft. In 2017 is er door de KNB nog een keer een modelreglement opgesteld. En er is in 2021 een modelreglement verschenen, speciaal geschreven voor kleine VVE's. Als u eh, vragen stelt aan de helpdesk van VVE Belang, dan worden die telefonisch beantwoord aan de hand van de modelreglementen. Dus het is ook handig om te weten, als u een vraag wilt stellen, welk modelreglement waar u van toepassing is. Dan kan er makkelijk een antwoord eh, worden gegeven aan de hand van de modelreglementen. We pakken even terug naar de opzomming vanuit de wet. Want laten we eens kijken wat er nou in die modelreglementen is overgenomen van de voorschriften die zijn opgenomen in de wet. We lopen ze allemaal eventjes door. Als we beginnen bij de gezamenlijke schulden en kosten. Uh, dan zien we in de modelreglementen van 1973, 1983 en 1992 uh, dat daar uh, een opsomming is gegeven van welke kosten voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. Uh, let erop, uh, dat wil ik wel eventjes benadrukken, dat uh, de wet dus zegt dat in het reglement moet worden opgenomen welke schulden en kosten voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. De wet zegt niet dat er een opzomming opgenomen moet worden van wat gemeenschappelijk is of wat misschien juist niet gemeenschappelijk is. Dat zie je dus uh, met name in die oudere uh, splitsingsactes. Uh, vooral dus die van voor 1972. Daar ontbreekt meestal een opsomming van wat gemeenschappelijk is en wat niet. Kom daar straks ook nog eventjes op terug bij uh, modelreglement 2017. Want ook daar is dus duidelijk gekozen voor het uitgangspunt van wat de wetgever ook genomen heeft. Ook daar is het uitgangspunt welke kosten komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. Maar daar vind je dan wel weer een opsomming wat uh, bedoeld wordt met gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken. Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten, want zoals we zien uh, in die uh, eerste drie modelreglementen, uh, behoort dus tot de schulden en kosten die voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. Uh, onderhoud en gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Uh, ook kosten met betrekking tot reparatie en vervanging van gemeenschappelijke gedeelten en zaken. En dan is het natuurlijk wel handig om te weten wat behoort tot die gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Uh, schulden en kosten van de vereniging. Ja, dat kan dus heel breed zijn, maar denk onder andere aan administratiekosten. Eventuele schadevergoeding die moet worden betaald door de VVE of gezamenlijke eigenaars komt ook voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. Kosten uh, van eventueel rechtsgeding kan gebeuren dat de VVE een rechtsvordering in moet stellen uh, tegen een eigenaar die bijvoorbeeld niet betaalt of als er een geschil is met een aannemer. Die kosten die komen ook voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. Um, verzekeringspremies, nou dat is ook logisch dat dat uh, gedeeld moet worden. En uh, publiekrechtelijke lasten als die uh, ten laste komen van de gezamenlijke eigenaars. En uh, verwarmingskosten. In modelreglement 2006 wordt daar dan nog aan toegevoegd het watergebruik en uh, in 2017 wordt er nog toegevoegd eventuele erfpachtskanon als het gebouw gebouwd is op erfpachtsgrond en de kosten van het opstellen van het MOP die worden daar ook nog apart genoemd en verder alle overige schulden en kosten die ten laste komen van de gezamenlijke eigenaars. In principe allemaal naar rato van het breukdeel, tenzij er in de acte van splitsing een andere verdeling is opgenomen. Dan moet ook zijn opgenomen een uh, regeling over het opstellen van de exploitatierekening, de begroting en de periodieke bijdrage. Nou, die bepalingen die zijn eigenlijk in alle modelreglementen hetzelfde. In modelreglement 2006 zien we dat de begroting voorafgaand aan het boekjaar moet worden opgesteld. In de andere reglementen mag dat ook voor het lopende boekjaar. En dat betekent dat bij modelreglement 2006 er eigenlijk van uitgegaan wordt dat er Twee vergaderingen worden gehouden. Een jaarvergadering waarin de jaarstukken worden vastgesteld. Dat is meestal in het voorjaar en dan in het najaar een vergadering waarin de begroting voor het volgend boekjaar wordt vastgesteld. Gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten. Nou, dat is ook allemaal ongeveer wel hetzelfde in de modelreglementen. Eventueel kan er ook iets geregeld zijn over de privégedeelten. Uh, let er wel op dat als het gaat over het opstellen van een huishoudelijk reglement, dan kan dat in 1973 niet voor privégedeelten, omdat dat gewoon niet geregeld is. Verzekeringen, nou, ik zei al, dat is voor de opstel en voor de algemene aansprakelijkheidsverzekering. En daar zit uh, geen verschil in uh, in de verschillende modelreglementen. kan natuurlijk altijd wel zijn hè, dat er in de acten afwijkende regelingen zijn opgenomen. Het is dus altijd belangrijk om te kijken in de splitsingsacten uh, is daar het modelregel of de splits, het splitsingsreglement... Integraal opgenomen of zijn er nog afwijkingen of aanvullingen ten opzichte van uh, het modelreglement? Uh, ook moet uh, worden vermeld uh, dat de VVE wordt opgericht. Uh, heb je te maken met een hele oude splitsingsakte, dus eentje van voor 1973, dan kan het zijn dat er daar niets staat over de oprichting van de VVE. Uh, dat is een beetje ingewikkeld. Ik ga daar nu op dit moment niet verder op in, maar ik wil het wel even noemen: dat het dus kan gebeuren dat in zo'n oude akte de VVE nog niet is opgericht. Bij uh, de actes vanaf 1973 is dat dus in ieder geval wel het geval. Um, daar moet uh, worden vermeld de naam en de zetel. Uh, dat is dus de plaats van vestiging van de VVE. In de naam moet altijd iets terugkomen van Vereniging van Eigenaars of VVE of iets dergelijks. Uh, kijk ook eens in de akte wat de statutaire naam is van de VVE. Het gebeurt uh, nog wel eens een keer dat wij een uh, verzoek krijgen voor een advies. En uh, dat we dan de acten gaan bekijken, en dan blijkt daar opeens een hele andere naam te staan dan die door de VVE wordt gehanteerd. Dus kijk daar eens naar uh, hoe dat bij uw VVE is. Um, dan uh, de doel van de VVE. De wet zegt al dat dat is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Zo is dat ook omschreven in modelreglement 73, 83 en 92. Modelreglement 2006 voegt daar nog aan toe het beheer van het gebouw en de grond... En 2017 specificeert dat nog eens door uh, daaraan toe te voegen, met uitzondering van de privégedeelte. Een regeling over de periodieke bijdrage moet ook worden opgenomen in de statuten. Uh, dat staat uh, eigenlijk niet in het deel van de statuten, maar dat staat al in uh, het splitsingsreglement. Daarin uh, wordt dus de kostenverdeling opgenomen en daar wordt ook bepaald uh, dat er per jaar een exploitatierekening moet worden opgesteld aan de hand waarvan de periodieke bijdrage wordt vastgesteld. Um, dan uh, staat er ook nog iets over de wijze van bijeenroepen van de vergadering. Als we kijken in modelreglement 1973, dan zien we dat daar staat dat dat moet gebeuren op een termijn van acht vrije dagen. Nou, dat zijn geen feestdagen en weekenden, dat zijn gewoon de dagen tussen het versturen van de uitnodiging en uh, het houden van de vergadering. In modelreglement 1983 is dat dus al wat duidelijker omschreven. Nog steeds een termijn van acht dagen, maar wel duidelijk dat dat dus de dagen zijn gelegen tussen de dag van oproeping en het houden van de vergadering. In modelreglement 92 is die termijn gesteld op 15 dagen. Dat is ook zo in modelreglement 2006. Maar daaraan uh, is toegevoegd dat de eigenaars nog de mogelijkheid hebben om tot zeven dagen voor de vergadering zelf nog agendapunten in te dienen bij het bestuur. En het bestuur moet dat dan natuurlijk ook direct weer communiceren met de andere eigenaars. In 2017 uh, zien we dat uh, de oproep ook elektronisch mag worden verstuurd. Uh, we zien dus wel dat die modelreglementen ook allemaal meegaan met hun tijd um, en ja, uh, ook een stukje maatschappelijk ontwikkeling uh, is daarin terug te zien en dat zie je hier dus ook duidelijk in modelreglement 2017. Die houdt rekening met het elektronisch versturen. Mag dat dan niet als de andere modelreglementen van toepassing zijn? Ja, dat mag zeker als dat een gewoonte is. Maar als daar iemand bezwaar zou maken, dan moet je het nog steeds per post versturen. Um, uh, totaal aantal stemmen moet dus ook worden vermeld en het aantal stemmen wat elke eigenaar heeft. kan zijn dat het een gelijk aantal stemmen is. Het kan ook zijn dat de stemmen gelijk lopen met de teller van het breukdeel. Het komt allebei voor. Uh, we kunnen ook niet zeggen of het een beter is dan het ander. Uh, de meningen zijn daar uh, wat verschillend over. Uh, mensen ervaren dat uh, op een uh, verschillende manier, maar wij kunnen niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Uh, beide uh, bestaan. Ehm... Um... Ten aanzien van de breukdelen is tegenwoordig in de wet opgenomen dat moet worden vermeld waar dat op is gebaseerd. Voor de stemmen geldt dat niet. Dus dat kan altijd uh, worden vastgesteld op de manier zoals de splitser dat het meest wenselijk vindt. Uh, tot nu toe hebben we dus eigenlijk gezien eh, dat de modelreglementen dus niet veel verschillen van elkaar als het gaat om uh, de bepalingen die moeten worden opgenomen volgens de wet. Uh, toch hebben we inmiddels een uh, zestal uh, splitsingsreglementen. Uh, waarom is dat dan? En ja, waar uh, zitten dan nog de verschillen? Ik zei al, er is sprake van een maatschappelijke ontwikkeling. Het heeft ook te maken met jurisprudentie, met wetgeving. Ik zal dat zo meteen ook nog even laten zien. En we zijn dan begonnen in 1973 met het eerste modelreglement uitgebracht door de KNB. Nou, wat daar opvalt is dat er een vrij summere opsomming is van gemeenschappelijke gedeelte en gemeenschappelijke zaken. Ik zei er dus straks natuurlijk al, dat staat ook niet als verplichting in de wet. Um, in oudere uh, splitsingsactes vind je dus ook geen opsomming en daar zijn ze in 1973 dus heel voorzichtig mee begonnen. Um, ook uh, moet je er altijd even rekening mee houden als modelreglement 1973 van toepassing is. Dat als er vorderingen zijn en je wilt daar een rente over berekenen, dat je dat opneemt in het huishoudelijk reglement. Uh, verder is het wel zo dat in het huishoudelijk reglement uh, mogen geen bepalingen worden opgenomen over het gebruik van de privégedeelte. ...eenvoudig weg omdat dat niet is bepaald in het splitsingsreglement. Um, verder uh, kennen we een uh, voorzitter van de vergadering... ...die moet worden benoemd uit de eigenaars of hun echtgenoten. Of echtgenoot dus staat er eigenlijk. Nou, daaraan zien we wel uh, dat het al een beetje gedateerd is uh, van 1973... En wat ook opvalt, is dat het bestuur berust bij de administrateur. Administrateur is een oude term voor bestuurder en eh, niet te verwarren met de administratief beheerder. Maar wat hier dus wel staat, is dat het bestuur dus berust bij één persoon. We zien in de praktijk uh, dat ook als modelreglement 1973 van toepassing is dat het bestuur toch nog wel eens uit meer personen bestaat. Maar als we dat dus echt strak langs het splitsingsreglement leggen, is dat niet juist en kan het bestuur maar uh, berusten bij één persoon. Kijken we naar modelreglement 1983, dan zien we daar al een wat uitgebreidere opsomming. van wat behoort tot gemeenschappelijke gedeelte en gemeenschappelijke zaken. Als de VVE een boete op wil leggen. het kan zijn dat iemand het. Uh, splitsingsreglement of een bepaling uit huishoudelijk reglement uh, overtreedt... dan kan het zijn uh, dat er een boete wordt opgelegd. De hoogte van die boete is bepaald in uh, het modelreglement... of in de splitsingsact, uh, moet ik eigenlijk zeggen. En dat geldt ook bij modelreglement 1973. Voorzitter van de vergadering kan hier uh, niet alleen uit eigenaars of hun echtgenoten bestaan, maar ook uit niet-eigenaars. En het bestuur kan bestaan uit meer personen. Wordt hier nog steeds genoemd administrateurs. En uh, dat komt omdat uh, toen die term nog steeds gehanteerd werd. Dat is anders in modelreglement 1992. Modelreglement 1992 moest worden opgesteld, omdat uh, op 1 januari 1992 het nieuw burgerlijk wetboek van kracht werd. Uh, nou, dat is een hele verandering geweest, uh, had ook ten dele consequenties voor het appartementsrecht en daarom moest er een nieuw modelreglement komen. Uh, wat we daar zien is dat uh, de term administrateur inmiddels is vervangen door bestuurder. Dus in modelreglement 1992 staat dat het bestuur berust bij één of meer bestuurders. Uh, anders dan in uh, modelreglement 1983 staat er wel bij vermeld dat het een oneven aantal moet zijn. Uh, de hoogte van de boete die ik net uh, noemde, uh, die wordt niet meer vastgesteld in het Reglement, maar wordt bepaald door de vergadering van eigenaars. En uh, wat we ook zien, hè, want uh, we hebben dus uh, vanaf 1973 al gezien dat er een opsomming in het Reglement wordt opgenomen over de gemeenschappelijke gedeelte en gemeenschappelijke zaken. En in 1992 wordt dan al een zogenaamde dienstbaarheidsregel opgenomen. Daarin staat dat gemeenschappelijke of gemeenschappelijke zaken uh, niet worden gerekend tot die gemeenschappelijke zaken. Als ze uitsluitend ten dienste staan van één privégedeelte. Uh, dat is... Te ingewikkeld om daar op dit moment uh, op in te gaan. Uh, ik noem het alleen maar eventjes als verschil ten opzichte van de voorgaande reglementen. Uh, als daar uh, vragen over zijn, neem contact op met de helpdesk van VVE Belang. Modelreglement 2006, eh, ook weer naar aanleiding van een wetswijziging, dat is de wetswijziging van 2005. Eh, daarin is opgenomen dat de VVE verplicht is een reservefonds aan te houden. En eh, wat daar ook eh, in is opgenomen, is dat eh, de grondslag van de breukdelen moet worden vermeld in de splitsingsakte. En dus dat is een duidelijke afwijking van de eerdere modelreglementen. Uh, het kwam nog wel eens voor dat de bruikdelen een beetje met een natte vinger werden vastgesteld. En daar heeft de wetgever een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd, je moet uit de moet blijken hoe die bruikdelen berekend zijn. Wat de grondslag is. Kan zijn vierkante meters, kubieke meters, verkoopwaarde. Mag ook een combinatie zijn. Als het maar te herleiden is. En in de wet van 2005 is dus ook opgenomen, zoals ik zei, dat het verplicht is om een reservefonds aan te houden. Nou, dat is dus ook uitgewerkt in het modelreglement van 2006. En daar zien we voor het eerst eh, dat er sprake is van een meerjarenonderhoudsplan. Aan de hand van dat meerjarenonderhoudsplan eh, wordt vastgesteld eh, wat de omvang is van het reservefonds. Eh, beter gezegd, welk bedrag er jaarlijks aan het reservefonds moet worden toegevoegd. Inmiddels hebben we de wet van 1 januari 2018. Uh, in de wet is nu opgenomen dat het reservefonds moet worden gevuld: of aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan, of uh, door middel van toevoeging van 0,5% van de herbouwwaarde. En dat moet dan jaarlijks gebeuren. Uh, die wet was er nog niet uh, toen modelreglement 2006 wordt op, werd opgesteld. Dus in modelreglement 2006 zien we nog alleen het meerjarenonderhoudsplan. Uh, heeft de VVE als modelreglement 2006 van toepassing is dan niet uh, de mogelijkheid om te reserveren met 0,5% van de herbouwwaarde? Uh, ja, want de wet staat boven het modelreglement. Uh, dus dat kan wel, alhoewel ik er wel direct bij wil zeggen dat het advies altijd is om te sparen aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan, omdat je dan veel beter inzicht hebt. Um, de begroting voorafgaand aan het boekjaar heb ik al eerder genoemd. Uh, in modelregeling 2006 wordt niet alleen opgezomd wat gemeenschappelijk is, maar wordt ook opgezomd wat niet gemeenschappelijk is. Je ziet in de praktijk dat daar altijd heel veel vragen over zijn. Wat is gemeenschappelijk? Wat is niet gemeenschappelijk? Niet omdat dat nou zo interessant is, maar dat is natuurlijk de achterliggende vraag: wie moet dat betalen? Is het gemeenschappelijk? Is het verrekening van de gezamenlijke eigenaars? Is het niet gemeenschappelijk? Is het verrekening van de individuele eigenaar? Nou, dat wordt steeds uh, verder gespecificeerd, ook op uh, basis van jurisprudentie. En uh, daarom zien we een steeds verdere specificatie van wat wel. Gemeenschappelijk is en wat niet gemeenschappelijk is. Er wordt ook een regeling opgenomen over het gebruik van privéterrassen en balkons en bijvoorbeeld een niet te zware belasting. En als het gaat over het uitbrengen van de stemmen, dan mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Dus als iemand uh, bijvoorbeeld, een schilderbedrijf heeft en die is ook eigenaar binnen de VVE, dan uh, mag die niet meestemmen als er over zijn offerte wordt gestemd. Verder uh, valt op dat uh, er geen volmachten mogen worden gegeven aan het bestuur. Uh, in andere modelreglementen is dat niet verboden, dus dat mag wel, alleen je kunt je inderdaad afvragen. Of dat wenselijk is, reglement 2006 zegt dus gewoon dat het niet mag. Uh, wat we verder ja, tegenkomen, of eigenlijk niet tegenkomen, is de quorum-eis uh, bij besluiten die kunnen worden genomen met een gewone meerderheid. In andere modelreglementen, dat wil zeggen die van 1973, 83 en 92, staat dat er geen besluiten kunnen worden genomen als niet tenminste de helft van het totaal aantal stemmen aanwezig is op de vergadering. Die eis is vervallen bij modelreglement 2006. Wordt er dus een besluit genomen, bijvoorbeeld om een nieuwe bestuurder te kiezen, dat kan gebeuren met een gewone meerderheid, dan uh, kan dat dus al als er uh, één of twee leden aanwezig zijn. Uh, er is geen quorum-eis. Uh, dus als je je stem wilt laten gelden, is het belangrijk om naar de vergadering te gaan. Voor besluiten die worden genomen met een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid, dus bijvoorbeeld twee derde of drie vierde, daar geldt nog wel de quorum-eis. Uh, wat nieuw is in modelregelingen in 2006 is de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en dat wil zeggen dat als er een raad van commissarissen is, dan heeft die raad van commissarissen ook uh, de taak om de jaarstukken te controleren. In uh, vroegere modelreglementen is dat de kascommissie. Maar als er een raad van commissarissen is, dan is dat de taak van de raad van commissarissen. Is er geen RVC, dan uh, kan er alsnog een kascommissie worden benoemd. In modelreglement 2006 ontbreekt het inzagerecht. Is er dan helemaal geen recht op inzagen? Nou ja, dat kan wel, maar dan moet je dat wel via de rechter doen. In de andere modelreglementen is dat wel opgenomen. Je hebt als eigenaar recht op inzagen in uh, boeken en stukken die gaan over het gebouw en de financiën. En uh, verder, uh, wat ook nog niet uh, in de eerdere modelreglementen stond en wat nieuw is in modelreglement 2006, is dat het huishoudelijk reglement moet worden ingeschreven bij het kadaster. Uh, op grond van de wet uh, geldt dat voor notariële actes, hè, dus uh, de splitsingsakte met uh, het splitsingsreglement, wat daarin is opgenomen, is modelreglement 2006 van toepassing, moet ook het huishoudelijk reglement worden ingeschreven bij het kadaster. Dat komt omdat modelreglement 2006 de mogelijkheid geeft voor bepaalde besluiten om af te wijken van de kostenverdeling. En die moet dan ook weer kenbaar zijn voor iedereen die het register wil raadplegen. Modelreglement 2017, het laatste modelreglement wat is opgesteld door de KNB... Uh, heeft een heel andere insteek. Uh, heeft niet te maken met wetswijziging, heeft wel te maken met jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkeling. Uh, en is uh, opgesteld in opdracht van de KNB. Wat ik al eerder zei, uh, dus geen uitgangspunt van wat is gemeenschappelijk en wat is niet gemeenschappelijk, maar uitgangspunt welke kosten komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars. En dat wil niet zeggen dat je niet terug kunt vinden wat gemeenschappelijk is, maar dit is het uitgangspunt. En wat uh, eigenlijk al vrijwel in het begin uh, van het modelreglement staat, uh, gaat om orde, hinder en dergelijke. Uh, dat handel in uh, drugs is verboden en uh, dat ook beroepsmatige erotiek niet is toegestaan. Um, ik wil er wel bij zeggen: het gaat allemaal om modelreglementen die van toepassing kunnen worden verklaard. De notaris die de akte opstelt, of degene die op dat moment eigenaar is van het gebouw of de grond en overgaat tot splitsing in appartementsrechten, kan afwijken van het modelreglement. Dus als je wilt dat dat juist wel kan. Nou, dan haal je gewoon een streep door die bepaling. En verder eh, zien we ook eh, een aantal bijzondere bepalingen. Eh, met name als het gaat over bijvoorbeeld het plaatsen van een scootmobiel. Dat kwamen we ook nog niet eerder tegen. Ook echt zo'n duidelijke maatschappelijke ontwikkeling. Eh, in 1973 uh, hadden ze natuurlijk nog niet gehoord van een scootmobiel. Inmiddels zijn we erachter dat dat uh, ja, best tot problemen kan leiden. Waar plaats je die scootmobiel? Nou, in principe natuurlijk in het privégedeelte, als daar ruimte voor is. En ja, dat is natuurlijk uh, direct een uh, restrictie die ik al maak. Hè? Want ja, is daar wel ruimte voor? Nou, is die ruimte er niet. Uh, dan moet er ruimte worden gemaakt in uh, een gemeenschappelijk gedeelte. En uh, ja, dan uh, mag degene die, uh, die scootmobiel nodig heeft, uh, niet zomaar plaatsen op uh, een willekeurige plek uh, die hem of haar belieft, maar moet dat in overleg met de VVE. Nou, en komen ze er met elkaar niet uit? Uh, dan zegt modelreglement 2017 dan kun je een therapeut of uh, adviseur raadplegen van Centrum Indicatiestelling Zorg. Die ga je er dan bij betrekken en die uh, kan dan uh, een advies geven wat uh, de beste plaats is. En uh, die uh, kan natuurlijk ook bepalen hè, of iemand echt afhankelijk is van die uh, scootmobiel om zich buiten het gebouw te begeven. Uh, een belangrijke andere bepaling, die ook is gebaseerd op jurisprudentie, is het uh, verbod op horeca of pensioenbedrijf. Er zijn al diverse uitspraken gedaan door de rechter als het gaat om bijvoorbeeld het gebruik van een woning voor shortstay, Airbnb, noem het maar op. In de oudere splitsingsreglementen en ook in modelreglement 2017 staat dat in de acte moet worden vermeld wat de bestemming is van het privégedeelte. En is die bestemming wonen, dan is er vaak aan toegevoegd dat de vergadering mag besluiten dat er ook een afwijkend gebruik mag worden gemaakt van die woning. Dan kan de vergadering dus besluiten dat de woning ook gebruikt mag worden voor Airbnb. Is dat besluit niet genomen eh, en wordt het toch op die manier gebruikt, dan heeft de rechter uitgesproken dat er geen sprake is van bewoning, maar sprake is van bedrijfsmatige exploitatie. Eh, dus dat is geen reden, hè, als dat eh, niet met zoveel woorden in de splitsingsakte staat, dat eh, een, er een verbod is op horeca of eh, bedrijfs- of eh, pensioenbedrijf. Eh, dan uh, is uh, het dus toereikend dat die uitspraken er zijn. In modelreglement uh, 2017 is dat dus expliciet opgenomen. Dat betekent dat de vergadering ook geen afwijkend besluit kan nemen. Dus als het uh, reglement gewoon uh, één op één is gehandhaafd, er zijn geen afwijkingen opgenomen in de splitsingsakte, dan eh, zegt modelreglement 2017 geen horeca en geen pensioen of verhuurbedrijf. Um, als dat dus niet wenselijk is, eh, als je dat toch zou willen hebben, ja, dan betekent het dat de splitsingsakte daar moeten worden aangepast. Dus het is belangrijk om bij het opstellen van de akte daar al goed over na te denken. Alleen het punt is dat de uiteindelijke eigenaars meestal niet betrokken zijn bij het opstellen van de splitsingsakte. En die zullen het ermee moeten doen zoals de splitsingsakte er ligt. Wat ook een maatschappelijke ontwikkeling is, is het elektrisch rijden. Voor elektrische voertuigen is een oplaadpunt nodig. En eh, als je dat wilt aanbrengen bij een privéparkeerplaats, dan eh, is daar in principe altijd de toestemming voor nodig van de vergadering van eigenaars. Nou, de vergadering mag eh, die toestemming weigeren, daar moeten ze natuurlijk wel redelijke gronden voor hebben. Eh, maar dat betekent dat als je een elektrisch voertuig aanschaft en je wilt elektrisch gaan laden, dat je eerst langs de vergadering moet daar toestemming moet krijgen en pas vervolgens dat aan kunt gaan leggen. Uh, dat uh, is wat omslachtig en uh, daar is ook de wetgever al wel mee bezig. Moet nog wel het een en ander dan worden aangepast in de wet. Het moet wel mogelijk gemaakt worden. En daarop vooruitlopend heeft uh, modelreglement 2017 al een zogenaamde notificatieplicht opgenomen. Uh, die notificatieplicht houdt in dat de eigenaar die een oplaadpunt aan wil brengen bij zijn privéparkeerplaats, dat uh, moet melden aan het bestuur, een werkplan moet maken. Uh, maar als hij dat gedaan heeft, uh, dan uh, hoeft er dus geen toestemming te worden verleend door de vergadering van eigenaars. De eigenaar die dat oplaadpunt aan wil brengen, moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het reglement. En als hij aan al die voorwaarden voldoet, dan mag hij dus dat oplaadpunt aanbrengen zonder toestemming van de vergadering. Um, verder is het ook um, uh, mogelijk om een geldlening aan te gaan, zegt modelreglement uh, 2017. Ik moet er even bij zeggen, uh, dat uh, is dus ook mogelijk op grond van uh, de wet die van kracht is geworden 1 januari 2018. Even bedenkend dat het modelreglement 2017 uh, van kracht is geworden in december 2017, ja, overlapt elkaar dat dus bijna uh, het modelreglement 2017 en de wet van 1 januari 2018. De tekst van de wet was al bekend op het moment dat modelreglement 2017 verscheen. Reden waarom die tekst dus ongeveer gelijk loopt. Maar in het modelreglement 2017 is dus duidelijk bepaald dat het mogelijk is om een geldlening aan te gaan. Ik merk daarbij wel eventjes op dat eh, daarbij is bepaald eh, dat, dat besluit moet worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. En dan uh, het elektronisch stemmen. Uh, dat is ook mogelijk gemaakt in uh, modelreglement 2017. Dat is nog niet hetzelfde als elektronisch vergaderen. We hebben de tijdelijke wet COVID-19 gehad. Die maakte het mogelijk om uh, alleen digitaal te vergaderen. Dan mocht het bestuur ervoor kiezen de vergadering niet fysiek te houden, maar digitaal. Dat is niet wat in modelreglement 2017 staat. In modelreglement 2017 staat dat de stemmen elektronisch uitgebracht mogen worden. Dus dat is niet hetzelfde als het houden van een digitale vergadering. Het komt wel in de buurt. En wellicht komen daar ook nog wettelijke bepalingen voor. Want het was best wel handig, die tijdelijke wet COVID-19. Daar wordt ook over nagedacht om dat definitief in de wet op te nemen. Alleen zover is het op dit moment nog niet. En de informatieverstrekking is ook weer terug in modelreglement 2017. Ook hier is een raad van commissarissen en er is een geschillenregeling opgenomen. Er is aangegeven hoe er kan worden gehandeld als er een geschil is binnen de VVE. Wat ook opvalt in uh, modelreglement 2017 is dat er heel veel bepalingen uit de wet zijn overgenomen. Daarom is het een heel uitgebreid modelreglement uh, geworden. Enerzijds is dat natuurlijk handig, hè, want uh, anders moet je in de wet kijken, in het uh, modelreglement, in de splitsingsakte kunnen allemaal bepalingen instaan die van toepassing zijn... Nou, ze dachten bij modelreglement 2017, dat is handig, dan nemen we het over uit het wet. Ten dele is dat natuurlijk ook zo, hè, dan heb je het zoveel mogelijk compleet, alle regels bij elkaar. En nadeel daarvan is dus dat het een heel lijvig uh, document geworden is. Uh, plus dat het eigenlijk uh, overbodig is om de wettelijke bepalingen op te nemen in een splitsingsreglement. Uh, Daarbij uh, is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat die wettelijke bepalingen later kunnen veranderen. En dan denk je dus dat het in je splitsingsreglement staat en dan blijkt het toch weer anders te zijn. Uh, voorbeelden daarvan, uh, uitleg van de splitsingsakte. Nou, dat is eigenlijk iets wat niet per se in de wet staat, maar dat volgt meer uit de jurisprudentie. In uh, vroegere reglementen staat dat als er onduidelijkheid is over of het nou gemeenschappelijk is of niet, de vergadering daarover een besluit mag nemen. Nou, dat zegt modelreglement 2017 dus niet. Die uh, geeft aanwijzingen hoe je dat dan uit moet leggen. Uh, dat is op grond van de wet wel een betere bepaling uh, dan het zogenaamde twijfelartikel. Uh, maar in de praktijk uh, blijkt dat twijfelartikel toch wel eens handig te zijn. Het burenrecht uh, wordt genoemd, uh, is ook van toepassing uh, tussen twee aangrenzende buren. Reservefonds en MOP staat ook in de wet, uh, is nog eens een keer opgenomen in het modelreglement. Uh, wat uh, niet in de andere uh, modelreglementen staat, maar wat volgt uit de wet, is uh, het vruchtgebruik en recht van gebruik en bewoning. Dat heeft met name te maken uh, over uh, wie het stemrecht uit mag oefenen. Is dat de bloot eigenaar of is dat de vruchtgebruiker? Uh, op basis van de wet is dat al duidelijk en hier wordt dat nog eens een keer genoemd in het modelreglement. Recht van uh, erfpacht of opstal is mogelijk uh, op een privégedeelte, ook dat volgt uit de wet. Vernietiging van besluit van de vergadering, uh, ja, dat is opgenomen in het modelreglement. Had niet gehoeven, leidt ook wel eens tot onduidelijkheid. Uh, de kascommissie, uh, ook die bepaling is helemaal letterlijk overgenomen uit de wet, dus trouwens ook al gebeurd in modelreglement 2006. Uh, hoe de akte van splitsing moet worden gewijzigd of hoe de splitsing wordt opgeheven en ook de VVE kan worden opgeheven, ook dat is uh, overgenomen in modelreglement 2006. Dus daarvoor hoef je ook niet meer in de wet te kijken. Kijken we ook nog eventjes naar modelreglement 2021, uh, niet opgesteld door de KNB, wel goedgekeurd door de KNB, uh, maar opgesteld uh, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, Bepalingen die er uitspringen, is onder andere dat er geen ondersplitsing mogelijk is. De wet zegt, als er niks over bepaald is, is ondersplitsing mogelijk. Hier is bepaald in het modelreglement dat dat niet mogelijk is omdat het niet wenselijk is. Nogmaals, hiervan kan bij de acte van splitsing worden afgeweken. Uh, gemeenschappelijke gedeelte en gemeenschappelijke zaken uh, worden niet specifiek genoemd in uh, de, het modelreglement. Uh, maar het is wel belangrijk dat uh, daar in de akte maatwerk van wordt gemaakt. Dus in de akte kan het wel worden opgezomd. Uh, het is belangrijk dat dat echt uh, specifiek wordt opgenomen voor het betreffende gebouw. Ook hier uh, geen quorum, in het geheel geen quorum-eis en ook geen afwijkende meerderheid. Voor alle besluiten die worden genomen in een kleine VVE, en dan hebben we het echt over VVE's uh, met uh, twee of drie of vier appartementsrechten, maakt het niet uit uh, als iedereen één stem heeft. Of het besluit wordt genomen met een gewone meerderheid of met een gekwalificeerde meerderheid. En omdat er voor gekozen is om het reglement zo eenvoudig mogelijk te houden, is die bepaling weggelaten. Dus alle besluiten kunnen worden genomen met een gewone meerderheid zonder dat er een quorum eis wordt gesteld. Alle eigenaars zijn tevens bestuurslid. Dat is makkelijk in de praktijk, dat iedereen zelfstandig kan handelen. Boekhoudplicht hebben we ook overgenomen. Dat staat ook in modelreglement 2017. En ook een geschillenbeslechting... Uh, hetzelfde zoals dat ook staat in het modelreglement 2017. Uh, zeker belangrijk bij uh, kleine VVE's. Uiteraard is er ook een uh, bepaling opgenomen hoe te handelen als de stemmen staken. Want uh, die kans is natuurlijk groter bij een kleine VVE dan bij een grotere VVE. Nou, als u nu uh, dingen heeft gehoord waarvan u denkt van ja... Uh, dat zou ik ook wel willen, maar dat staat niet bij ons in het splitsingsreglement. Kunnen we dat dan uh, zonder meer toepassen? Bijvoorbeeld als het gaat over die scootmobiels. Uh, we kunnen dat toch gewoon wel doen uh, zonder dat dat in onze akte staat. Zo makkelijk is dat allemaal niet. Je uh, kunt niet zeggen, uh, nou er is toch een nieuwer modelreglement, bijvoorbeeld van 2006... Het is pas van toepassing als het van toepassing verklaard is in de splitsingsakte. En dat kan alleen maar als de splitsingsakte wordt gewijzigd. Hoe kan de akte worden gewijzigd? Nou, dat is een besluit van de vergadering van eigenaars. Of een besluit eh, met 100% of een besluit met 80% en medewerking van het bestuur. Uh, let er wel op: als uh, er een besluit genomen gaat worden om de akte te wijzigen, moet uh, de oproep tenminste gebeuren op een termijn van 15 dagen. Ook al staat er voor andere besluiten acht dagen, zoals we die acht vrije dagen zagen bij modelreglement 1973. Voor wijziging van de splitsingsakte geldt altijd een oproeptermijn van 15 dagen. Daarbij moet ook uh, duidelijk worden vermeld dat het gaat om wijziging van de splitsingsakte en het voorstel moet tenminste vijf dagen van tevoren ter inzage liggen. Mag natuurlijk ook meegestuurd worden met de uitnodiging, dan is er direct voldaan aan die vijf dagen. Er is toestemming nodig van de beperkt gerechtigden, dat zijn met name de hypotheekhouders. Maar daar zorgt de notaris voor als het besluit één keer genomen is. Gaat het naar de notaris en die zorgt dat er toestemming komt van de banken. En uiteindelijk maakt de notaris een wijzigingsakte en die is helemaal compleet als die ook wordt ingeschreven bij het kadaster. Nou, ik kan me voorstellen dat het uh, ja, best wel uh, heel wat informatie uh, is uh, die u over zich heen heeft gekregen. Uh, als u het uh, nog eens een keer terug wilt luisteren, dan kan dat. En zijn er vragen, neem contact op met de helpdesk van VVE Belang. Oké, okay. top. Dat is hem. Nou, oké. Okay. Dat is hem.